Goedemorgen kinderen, ik ben hier bij het Baken, christelijk basisschool in Harderwijk. Daar komt de burgemeester op zijn kop bezoek. De burgemeester? Ja, want ze willen een ambtsketting maken voor Sinterklaas. En niemand wist eigenlijk hoe dat moest. Ja, dat weet maar één iemand, onze burgemeester van Harderwijk. Gaat u mee naar binnen? Goedemorgen. Goedemorgen. Ik hoor jullie niet. Goedemorgen. Burgemeester. Welkom op het Baken. Komt u erbij. Ze hadden u al zien lopen. En net had u ook een koffertje bij u. Ja, die heb ik weggelegd. In het koffertje daar zit een keten in, zoals die heet. Dus die doe ik niet de hele dag om. Alleen als ik hier ben. We hebben een mooi plekje voor u. Kijk eens, daar kunt u gaan zitten. Dat is even bof. Dat is bof, hè? Ja, dat is eigenlijk, moet ik even vertellen. Dus eigenlijk, ja, de kinderen kunnen het ook vertellen. Van wie is die stoel eigenlijk? Maar in van Sinterklaas. Dus u zit nu op de stoel van Sinterklaas. Even aan het terughalen wat er maandag is gebeurd. Want maandag waren we hier ook bij elkaar. En toen stond ik hier met een hele grote envelop. En wat zat er in die envelop? Waring. Een brief van Sinterklaas. En wat stond er in die brief? Waar, Iel? Sinterklaas is een beetje jaloers op de burgemeester omdat hij ook een ketting wil nemen. Maar ja, konden wij dat? Nee! Nee! Hoe de ambtsketen de ketting eruit zag. En nou, toen hadden we eigenlijk, wat hadden we toen bedacht? We hadden een mailtje naar u gestuurd en gelukkig heeft u gelukkig meteen gereageerd. En daarom bent u hier. Nou, dat is eigenlijk dus het verhaal. Jij hebt het wel eens gezien. En weet je, heb je ook gezien wat erop staat, of niet? Nee. Misschien is het goed om er even iets over te... Weet jij het, Levi? Nee? Nou, als je kijkt naar de ambtsketen, elke stad heeft een andere ambtsketen. En elk dorp ook. Want aan het ambtsketen kun je zien uit welke plaats de burgemeester komt. Want de burgemeester... Als je nou in Harderwijk komt, wat valt je dan altijd gelijk een beetje op? Wat kun je dan goed zien, bijvoorbeeld? Als je hier in de stad komt, wat zie je dan? Want de ketting is al een beetje oud, dus toen had je nog geen dolfinarium op de manier zoals nu. Dus anders had hij er denk ik wel op gestaan. Maar als je kijkt naar de... Naar het oude stadje van Harderwijk, dan zie je als je er aankomt, zie je altijd de boten liggen. Wie heeft die wel eens gezien? Ik heb de boot van Sinterklaas. En in de. En wat deden ze in die boot, weet jij? Vissen. Vissen, precies. Dus op de ambtsketen staat een plaatje van de vissen. Want Harderwijk was vroeger een vissersstad. En nog steeds een beetje. Nu wel wat minder dan vroeger, maar dat was de vissersstad. En daarnaast hadden ze ook de boten voor de scheepvaart ging dat. En dan had je al in de Hanzetijd, dat is heel lang geleden. En dat was voor de handel. Daar hebben ze ook een plaatje van erop zitten. Wie is er wel eens bij het Pietenhuis geweest? Kijk. Het Pietenhuis, wie weet wat dat vroeger was? Weet jij dat? Klooster, ja. En daarvoor, dat is heel lang geleden, toen was dat de Universiteit van Harderwijk. En in de Universiteit van Harderwijk, daar kon je dus naar een soort naar school. En daar hoorde een torentje bij. Die staat naast de bibliotheek. Moet je maar eens goed opletten als je daar komt. En dan lijkt het net alsof er een soort gevangenisje zit in dat torentje. En er staat een plaatje in, er zit een hoofd in. Niet een echte natuurlijk, maar een nep. En die is van meneer Lien Meijers. Die had gestudeerd aan de Universiteit van Harderwijk. Dus die, dat torentje, die staat hier ook op. Als nou de koningin komt, dan moet hij er afhalen. Dan moet hij hem omdraaien. En dan moet hij heel deftig gaan staan, hè. Dan moet hij heel deftig staan als de koningin komt. Van Nederland. Maar nu is de koning er niet, hè. En dan kun je... Even de ketting, de ambtsketen van dichtbij zien. Maar we spreken wel af dat je gewoon doorloopt. Want anders krijgen we file, nee? Ja, daar is iets rustig. Staan alleen.
goed gaan jullie. Hier zijn de visjes. En blijf je staan gewoon. Dan hebben we een hele lange trein en dan lopen we er zelf achteraan. Hoi. En dit is een jij wel ook even zitten. Ik kan het een beetje zien, ik kan het wel een beetje oud, hè? En wat voor kleur heeft hij nou? Zilver, hè? Ja, mooi. Nou, heb jij het bootje gezien? Wat plaatje vind jij leuk, denk ik? Vind je de visjes wel mooi? Ja? Hoi. Kijk, dit is van de soldaten, het plaatje met de zwaarden. Hier zie je twee mensen, zie je dat? Hier zijn de zwaarden. Heb je het gezien? De zwaarden zijn van de soldaten. Hier. Dat is het wapen van Harderwijk. Ja, als jij wel eens in Hongarije geweest, die meneer had het gemaakt, hè? Ja. Dag, wapen. Kijk, dat plaatje waar je ziet. Dat is een boot. Dat is een tandwiel. Dat is een beetje. Maar wel heel duur. Dit is van de stad waar de wijk. Die is van het land. Hier zit van de vissen, de soldaten, de tweeling, zie je dat? Van tweeling. En ik had er net één vergeten te vertellen. Kan jij zien wat dit is, baby? Kun je dat zien? Het lijkt een beetje, maar het is een koren. En waar staat koren? Koor zit meestal op de in de wijk. En dat betekent voor de landbouw, zoals we het woord zeggen. Kijk, kan je het een beetje zien? En de meeste meisjes vinden deze leuk. Welke? Weet jullie wat dat is? De tweeling. En de meeste jongens die vinden eigenlijk deze leuk. Dat zijn de zwaarden van de soldaten.
Ja, ze zaten in de vorm van een kruis. Ik ben echt klaar. Kijk, wat is dit dan? En dat staat naast de bibliotheek. He? Dus als je daar weer heen rijdt, dan denk je, oh, dat weet ik nog. Jij bent van de tandheelkunde, toch? Ik weet waar je woont, volgens mij. Weet je waar ik woon? Dat zou misschien wel kunnen. En waar woont jouw tante? Dat weet ik. En ik heb haar ook nog. Dat klopt ook nog. Kijk. Maar ook ik weet waar mijn tante. Nou, vertel eens. Ik weet het. Ik woon nu onder de straat, en straks woon ik weer ergens anders. Dus ik ga weer binnenkort weer naar huis. We gaan naar een huis bouwen. Kan je het een beetje zien? Welkom bij mijn meisjes doen deze leuks. En zit hier nog een plaatje? En die vinden de jongens het leukst. Ik niet. Maar we hebben net bedacht dat er twee nog geen naam heeft. Dus Colin dacht, die kan misschien wel Colin heten. Dat kan misschien wel, hè? Ik zit een beetje achter de lijn. Zie je een tweelingetje bij mij ergens? In mijn nek? Ja, en hier is het bootje. Die vinden de mensen het meeste ook wel leuk. Een bootje. Dan gaan we hier even naartoe, hè? Zo. Best wel blij. Nou, die toren zit altijd dicht. Altijd zit hij dicht. Maar ik heb wel gehoord dat Sinterklaas, die gaat hem gebruiken. Dus misschien kan die erbij. Ik had gehoord dat hij hem met de piet gaat gebruiken. Kijk, hier is dat toren. Hij moet het beeld van de koning. En van de koning nog wel heel mooi. Jullie ook? Ja. Oh, wat kan jij van weten? 38 plus 20. Weet jij hoeveel dat is? 38. 38. Hier ook kijken. 58. Wacht even. Ik duim. Nee, ik ga er zijn. 82 plus 20. Kijk, wat zit jij dan? Ik weet het niet eerder. Moet ik 2,5? Ja, dat klopt helemaal. Nee. Maar ja, we gaan kijken. Geen zorgen. Hier zitten de leeuwen van de klant. Gaan straks weer gewoon. Kissen. Oh. Nee. Kijk, hier zit ook een leeuw. Nou, dan hebben ze allemaal wel gezien, meester Matthijs. Dat denk ik ook. Nou, hartstikke bedankt. Ja, fantastisch. Ja, naar de bovenbouw. Ja, en meneer de burgemeester, wij hebben allemaal vragen bedacht, omdat wij natuurlijk met een probleem zitten. Ik denk dat de vragen niet alleen maar over ons probleem gaan. Want waar zaten we ook weer mee? Wie kan even vertellen, heel snel, waar we mee zitten? Sinterklaas wil ook een armskeeten en we weten niet helemaal hoe die eruit ziet. Nou, opgelost. Nou, want we hebben hem gezien. Nou, Harderwijk, dat weten jullie wel als het is, denk ik. En eigenlijk is het door iemand gemaakt door een hele bekende kunstenaar. De volgende vraag, Mami. Ja. Hoeveel is de armskeetel waard? Ah. Nou, die vraag kreeg ik net ook even. En dat is een beetje moeilijk om te zeggen. Net vond iemand, heeft die gekost. Maar er is er maar eentje van. Dus ze kunnen zeggen wat die waard is in zilver. Dan gaat het om het gewicht. Maar hij is veel meer waard, omdat er maar één van is met de plaatjes en van een hele bekende kunstenaar. Maar we hebben hem nog nooit getaxeerd, zoals dat dan heet. Dat wel weer wel, voor het geval die kwijtraakt. Onschatbaar, dus zou je kunnen zeggen. Ja. Echlen, jij hebt een vraag. Hoe oud is de ketting? Hoe oud is die? Die is uit 1957. Kan jij goed rekenen? Dus dan is die nu bijna... Van? Precies. Kijk, heel goed. Waar is die van gemaakt? Ja, volgens mij van zilver. Maar ik weet het niet zo zeker. Wat denk jij? Als
Wat denk jij, Lindy? IJzer. IJzer. Oud IJzer, ja, dat is ook. Wat, ja, of u een studie moest doen, of u een opleiding moest gaan doen, en hoe lang het bij u duurde, en of hoe. En dan een opleiding tot burgemeester, hè? Ja, ja. Is daar een school voor, zeg maar? Nou, er is niet echt een school. Ik heb wel op een school gezeten. Daar zit ook een plaatje van op, trouwens. Hier zit een torentje. Die zit op de Amstkerk van de Universiteit van Harderwijk. Nou, die is er nu niet meer. Het gebouw wel, dat is het Pieterhuis. En dat torentje staat naast de bibliotheek. En ik heb bij de Universiteit van Amsterdam gezeten. En daar heb ik planologie, dat is een moeilijk woord, gestudeerd. En dan leer je dus allerlei dingen. En daarna ben ik wethouder geworden. Dan leer je nog meer, maar je moet wel in het leven heel veel leren. Dat kan je dan inderdaad wel doen. Aha, maar er is niet echt een school waar burgemeester voor heeft. Het is wel een burgemeestersklasje. Oh. Dus als je net nieuw burgemeester bent, dan ga je met allemaal burgemeesters net nieuw zijn. In een soort klasje. En die komen dan heel vaak bij elkaar. En die komen 4 december naar Harderwijk. Dan gaan ze naar Pieterhuis. Ja, dat kan ik me voorstellen. Welke burgemeester wil dat nou niet zien? Ja, oké, okay, dankjewel, Marie. Ga ik naar Jasper toe. Jasper. Waarom vraagt u de armsketting? Waarom heeft u de Amstketting eigenlijk op? Omdat ik uitgenodigd was bij het Wagen vandaag om de Amstketting te laten zien. Ik dacht, maar heeft u die niet dan, want u bent toch burgemeester van 's morgens vroeg tot nou ja, 's avonds laat. Heeft u niet de hele dag om dan? Als ik s'avonds de wet ga doen, dan. Wow. Ja, ik heb hem alleen om als het officiële momenten zijn. Dus dat is als de koningin komt, of de koning. Daar heb ik een speciaal plaatje voor, dan halen we hem eraf. En als de koning komt, dan draai ik hem om. Er komt een ander plaatje voor, want dat is het wapen van de koning. Nu ben ik op school, dus het wapen van Harderwijk aan de voorkant. Ik denk dat we hem gaan afronden van jou. En volgens mij heeft de burgemeester de vraag wel heel mooi en heel goed beantwoord. En dan verdient zeker een applaus. Als ik goed geteld heb, staan er 6 symbolen op de ketting van onze burgemeester uit Harderwijk. Linnaeustoren, 2 vissen, korenschoven, zeilscheepje, een tweeling, 2 gekruiste zwaarden en een vliegwiel. Nou, genoeg stof om over na te denken om een hele mooie ketting te maken voor Sinterklaas. Succes jongens en meisjes! Dit was Frits Benaai voor Haken 13 TV. Goeiedag.